Ja, mensen, goedemorgen. We zijn weer aangekomen bij Harimau, Fight Club Harimau. Ja, op zo'n zondagochtend moet ik toch altijd even denken aan... hoe heet die man ook alweer? Joël Beukers. Joël Ecstasy Beukers, mensen. Kijk, weet je wat het is? Joël, jij noemt mij een schreeuw lelijk. Ja, klopt, ik schreeuw, jij ook. Ja? Joël. Je bent een nagemaakte vriend. Je bent een dikke nagemaakte vriend. Ja, je verkoopt ze een droom. Een superbody kunnen ze creëren. Door te doen wat jij zegt. Maar er komt natuurlijk helemaal niks van. Want als ze jouw voorbeeld volgen, Joël, wat gebeurt er dan? Dan gaan ze trainen. In het weekend helemaal kapot van de ecstasy-pilletjes. Je ligt daar te schuimbekken als een klein kind van 16 jaar die voor het eerst een pilletje neemt. Ben je van slap hond en dan noem je ook nog je nutrition. Clean nutrition. Joël, je bent niet clean. Hoe kom je op die naam, man? Dan heb je Mo Bicep. Topper, ja, de man is Allah, trainen, Allah, trainen, Allah, trainen. Ja, daar zou ik nog wat bij kopen, bij zo'n Mo. Maar niet bij een junk, hallo, Joël. Mashallah, Mo. Hey, mensen, ik ga even los in de gym. Het irriteert me gewoon dat zo'n man mij schreeuwlelijk noemt met zijn grote bek. Wie ben jij dan, man? Joël Beukers, junkie. Hey, we gaan lekker de gym in, mensen. Zeggen goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Hoes! Lekker alles kapot maken, jongens. En Joël, wij komen elkaar nog wel een keer tegen. Gaan we kijken wie daar een keer schreeuwen. Schreeuw lelijk. Maffe junk. Hoes!